De Nationale Assemblée heeft gisteren uren besteed aan de behandeling van de wetten wijziging belasting toegevoegde waarde, BTW, inkomstenbelasting, loonbelasting en casinobelasting. Deze wetten moeten net als de petroleumwet voor de jaarwisseling goedgekeurd worden. Het was bij de behandeling van de wet op BTW dat bleek hoeveel twijfels nog bestaan over de haalbaarheid van deze wet en het vermogen van de regering de beoogde bedragen te innen. Aziz Kumar Gayadin van de VHP zei dat in de gemeenschap veel onduidelijkheid heerst over de BTW. Wil ik wel aangeven dat het misschien ook aan ons, dan wel in dit geval zeker de overheid, ligt. Bruto toegevoegde waarde, belasting op de bruto toegevoegde waarde, niets anders is worden. Dus zoveel BTW's worden geheven en consument zal uiteindelijk meer dan 10%, 20%, 30% gaan betalen. Dat is absoluut niet zo. 3-4 dagen de implementatie is en we zien dat er nog steeds in die samenleving twijfels zijn. Uit de samenleving dat er inderdaad meer informatie met betrekking tot deze wet nodig is. Want zoals leden aangegeven hebben, hebben wij ook meegemaakt dat overal waar je gaat mensen nu over BTW horen. En mensen schrikken, mensen zijn bang. Mensen leven in vrees. Ik heb wel een video, een opname van de minister van Financiën gezien. Waar hij omdat het volk er informatie naar buiten meer moet zijn voordat we zelf de wet aannemen. Rania Sabina van de BEP meent te begrijpen dat de regering op zoek is naar inkomsten. Echter moet er daarbij gelet worden op de effecten die dat heeft op de samenleving. Het zouden voornamelijk de mensen in het binnenland zijn die het moeilijk zullen hebben als de BTW wordt ingevoerd. Het feit dat een extra 5% heffing is gekomen, voorzitter, terwijl de overheid zegt van je, er is al een bestaande, hoe heet het weer, government take, voorzitter. In het binnenland, voorzitter, wordt elektriciteit opgewekt met brandstof, voorzitter. Wanneer we een situatie hebben waarbij de overheid het niet mogelijk maakt dat de toegang en beschikbaarheid, voorzitter, toegankelijkheid en beschikbaarheid van collectieve goederen eerlijk is verdeeld, voorzitter, moet je rekening houden met al deze maatregelen, voorzitter. Er is ook opgenomen voor water, moet je betalen. In het binnenland is er geen leidingwater. Je moet 5 gallon, je moet 5 gallon rijden naar Sorgoed, naar Plein. 1 kilo is 2 maanden terug verhoogd naar het binnenland van 35 SRD naar 50 SRD. Als je 1 gallon, wat 5 gallon, om 1 kilo aan de voorzitter. Dus we importeren in dit land wetten zonder dat we genoegzaam de eigen situatie en omstandigheden in acht nemen. Het parlement heeft gisteravond tot 11 uur vergaderd over deze wetten om vanmiddag voorrang te geven aan een verdere behandeling van deze wetten. Het is de bedoeling om BTW vanaf 1 januari 2023 in Suriname te introduceren.